Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Zoals je ziet ben ik niet in de studio. De vorige weken ben ik bij het regeringsgebouw geweest en heb ik daar met verschillende ministers gesproken. Maar deze week ben ik op bezoek bij mijn volgende gast. En mijn volgende gast is niemand minder dan minister Uraikit Ramsaran, minister van Sociale Zaken. Minister Ramsaran, welkom in Gesprek Met. Goedendag, ik ben blij om u eindelijk vandaag op kantoor te hebben. Ik ben blij dat jullie de tijd hebben gemaakt en ik ook natuurlijk, maar aan het eind, of althans daartussen, zal ik u vragen om mee te rijden met mij. Reden waarom? Ik ben namelijk al, ik zou eigenlijk al vertrekken richting een andere meeting. Dus dan dat u gedeeltelijk met me meerijdt. Maar het is sociale zaken en volkshuisvesting hoor. Helemaal, ja, klopt. Maar ja, maar omdat zo kent men het, zo'n dus kijkers, heeft het gehoord. Deze aflevering wordt een heel andere en ook een flexibele aflevering. Oké, maar dan beginnen we. Wie is minister of wie is meneer Uraikit Ramsaran? Laten de mensen eerst beginnen om u te leren kennen. Oké, mijn naam Uraikit Hanafi Ramsaran. Arabische naam gemixt met een Indiaas of althans Hindoestaanse naam. Mix persoon, mix ras, als ik het zo mag zeggen. Jonge man, jonge zakenman eigenlijk. Natuurlijk met de ambitie om ook heel veel te betekenen voor Suriname. Ik heb bij enkele gesprekken, en deze hebben we ook bij u, dan aangehaald dat ik zoveel als mogelijk terug zou willen geven aan het volk. En het mooie van is, en het is ook toevallig zo geweest, dat ik nu de sociale zaken en volkshuisvesting ben. Ik mag niet liegen of jokken, dat werk is niet licht. Het heeft heel veel uitdagingen. Uitdagingen waarbij ik dagelijks met een smile tegenaan ga. En met een smile bedoel ik dan dat voor wat mij betreft dat niets onmogelijk is. Maar dat we ervoor zorgen en ook weten waarvoor we werken en voor wie we werken. En voor sociale zaken en volkshuisvesting is dat het mooie van. Want men hoeft u niet te bedanken met woorden als u alleen naar de persoon toe gaat. En de persoons gezichtsuitdrukking zien en dan weet je van dat de persoon wel, of althans weet je dat je met een gerust hart gaat slapen in de avonduren. Dus ja, het werk heeft zijn min- en pluspunten, maar persoonlijk om dan de verschillende doelgroepen waarvan ik al dat vaker heb moeten zeggen, de zwakke huishoudens, AOV'ers, mensen met een beperking en iedereen daarin, zou ik willen zeggen aan het eind. Als je erover nadenkt voor wie we werken, sociale zaken voor werk en volkshuisvesting, dan is het weer een gezegend job eigenlijk. Ja. Oké, u bent aangesteld vanuit de Pachalo Hoerkan. U geeft zelf aan, u heeft veel gedaan, maar men vraagt zich nu af waaraan zal u, of waaraan geeft u dan prioriteit? Of wat zijn uw allereerste beleidsinzichten, om het zo te zeggen? Oké, waarop we proberen te focussen. Zoals u weet, momenteel is er een heet hangijzer wat betreft armoedebestrijding. Dus voor armoedebestrijding, momenteel zit Suriname in een grote, grote dip in het leven. Dus wij proberen dan zoveel als mogelijk het volk eigenlijk een helpende hand te geven. Een helpende hand in de zin van dat wij zoveel als mogelijk aan onze meerjarenprogramma werken. Onze meerjarenprogramma waarbij het gericht zal zijn naar ontwikkeling, dus ontwikkelingsgericht. Dat wij niet alleen de tools geven, dat wij niet alleen helpen in het geheel, maar dat wij ook u opvoeden, om het zo te zeggen. We hebben een opvoedende taak erin. Sociale zaken moet niet alleen een reikende hand geven aan de bevolking, maar ook ervoor zorgen om, als we een stukje opvoeding kunnen geven wat betreft hoe je om moet gaan in je situatie, hoe je om moet gaan met wat je hebt gekregen van de staat, dat wij eigenlijk dat moeten zien als een jumpstart. Een jumpstart in de zin van wat u krijgt van ons is om eigenlijk een start te maken aan wat u in de toekomst zou kunnen zijn of kunnen worden. U zit er pakweg, laten we zeggen, iets van, nu is het al 2 maandjes om het zo te zeggen. Bent u al zelf op oriëntatie geweest bij de verschillende afdelingen die onder u vallen? Want u heeft verschillende opgenoemd, AOV, mensen met een beperking. Bent u al geweest op oriëntatie? Oké, zodra ik vrije tijd heb, en daar, ik heb een grote smile aan mijn gezicht hoor. Maar zodra ik de tijd heb, probeer ik dat zoveel als mogelijk te benutten door bezoeken te doen aan de verschillende afdelingen. Bij elke gesprek welke ik open, verontschuldig ik me ook
Want ik kan begrijpen dat de mensen die binnen het ministerie werken, dat ze graag ook kennis willen maken, persoonlijk kennis willen maken met de minister. Maar bij deze, nogmaals, als ik het mag gebruiken via uw kant, mijn verontschuldigingen, broeders en zusters, ambtenaren, hardwerkende ambtenaren mag ik zeggen, als ik nog niet langs bij u ben geweest, maar dat ik alvast zeg aan u, ja, ik ben de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En ik reken op een ieder hun samenwerking. En laten we ervoor gaan dat we het opbouwen. Dat we Suriname terugbrengen naar de glorietijden. En zelfs meer dan dat. Dus ja, ik heb zoveel als mogelijk mijn spare time, om het zo te zeggen. Want mijn spare time bedoel ik soms letterlijk dat we tot laat in de ochtend nog aan het werk zijn. Om het af te ronden. Maar natuurlijk, time management probeer ik dan zoveel als mogelijk te doen. Maar we moeten intensief bezig zijn. En waarbij bezoeken brengen, dat het on the job geschiet, dat waar er allemaal gewerkt zou moeten worden, dat we natuurlijk intensief bezig zijn met de verschillende afdelingen. Waarbij momenteel nogmaals een nadruk is gelegd voor wat betreft urgentiefase waarin we zitten. En dat we zo snel als mogelijk eigenlijk resultaten moeten boeken, want Suriname rekent er letterlijk op. Ik luister heel goed naar u. We hebben het over het sociaal gedeelte, maar net als u me heeft gecorrigeerd en volkshuisvesting, hoe gaat het met dat gedeelte? Oké, volkshuisvesting is een volgende stap eigenlijk. Als we eenmaal armoedebestrijding, het project, meerjarenproject voor ons dan zo ver hebben gebracht, willen we dan van start gaan om te kijken naar x aantal programma's of althans projecten. Ik mag wel alvast zeggen dat vanuit de president kant uit, de VP kant uit en sociale zaken en volkshuisvesting kant uit, dat wij al de projecten hebben mogen onder ogen hebben gekregen of gehad. En we hebben naar gekeken welke zo snel als mogelijk binnen een bepaalde periode gerealiseerd zou kunnen worden. Want we willen niet grote beloftes gaan maken en aan het eind dan we zitten met een project welke niet is afgerond. Mm-hmm. Dat we ernaar kijken van oké, wat is er? Wat kunnen we eraan doen? En wat is binnen handbereik, om het zo te zeggen, om te realiseren voor het volk in de situatie waarin we momenteel zitten. Mm-hmm. Dus volkshuisvesting, er waren x aantal mensen die hebben geregistreerd. Maar natuurlijk, het is geen nieuwe punt meer dat wij zoveel als mogelijk creatief moeten omgaan met het budget wat we hebben. En bij deze zou ik zeggen dat om een project opnieuw te starten, dat het budget heel belangrijk is voor als je dan projecten zou willen uitvoeren, je een beginkapitaal zou moeten hebben. En bij deze zou ik dan willen zeggen dat het wel mijn aandacht heeft, maar let wel, als de financiële middelen niet naar binnen beginnen te rollen, dat het dan moeilijk zal zijn. Projecten hebben we dan ook al ready om uitgevoerd te worden. We hebben gekeken naar enkele van de zaken waarbij we niet alleen kijken naar een woning te geven aan het volk, om het zo te zeggen. Maar dat we ervoor zorgen dat wij ergens toch een jumpstart kunnen geven aan het volk. Dat ze dan richting zelfstandigheid kunnen gaan. Dus volkshuisvesting, kort uw antwoord, ja, het heeft mijn aandacht. En ja, er zijn enkele projecten in handbereik. En de president zelf heeft ook een commissie ingesteld voor wat betreft alle projecten onder ogen zullen krijgen. Ja. Want u zegt, u geeft aan, het gaat er niet om dat er huizen aan mensen gegeven kunnen worden, maar ook dat ze een rekende hand, bijvoorbeeld het LIS-project, want er zijn wat mensen die zich ook daarop bouwen en ook aangeven van als dat ook een hand in de goede richting is, dat ze ook daaruit komen. Is dat ook een van die dingen die, waarbij behalve het LIS is er nog een project dat ik weet van dat na LISP komt. Is dat nog steeds in de planning? Oké, het is mooi en waar. Zoals u weet hebben we de LISP 1 gehad, LISP 2 gehad. En zo ook zijn er dan de projecten die binnen handbereik zijn. Ik moet even voor de duidelijkheid maken van waarom ik zei van we gaan het niet dan gewoon geven, huizen, maar dat u moet voldoen aan criteria. Want criteria is heel belangrijk, bestand is heel belangrijk, want als we de desbetreffende doelgroepen willen bereiken, dan dienen we zo goed als mogelijk de intake te doen. Dus vandaar dat als ik kijk, en ik heb het vaker ook gevraagd, van de mensen met de brede schouders, de mensen die het wel kunnen permitteren, dat we even kijken, oké, wat kunnen we doen? Dus we hebben dan eraan gekeken naar fases. Er zijn verschillende fases daarvoor, maar natuurlijk, u zegt er waren al projecten. Maar net als wat wij afgelopen vrijdag hebben mogen presenteren, niet alleen van mij kan, maar OW. En ik denk dat GB dat ook zal doen. Gaat het niet alleen om huizen bouwen,
Maar dat we kijken naar wat voor fasen zijn er om toch wel de mensen, want zoals u weet in Suriname hebben we toch wel gezinnen welke percelen hebben geërfd, hun huis hebben geërfd van de ouders. En dat ze geen start eraan kunnen maken, een voorbeeld aan de renovatie of bouwen. Ja. Dat we dan even kijken, oké, wat kunnen we allemaal betekenen voor hen? Dat we enkele fases gaan uitwerken, categorieën van ondersteuningen. Een voorbeeld, categorie, gewoon enkele voorbeelden hoor. U heeft wel een perceel, maar het is nog niet zo ver dat u dan een jumpstart of althans kan starten aan een huis. Oké, wat kunnen we eraan doen? Je wilt renoveren, maar je hoort tot onze zwakke huishoudens en de staat waarin je huis zit, ziet er niet goed uit. Wat kunnen we eraan doen? Dus dat zijn enkele fases, of althans het proces van het geheel, waarvan wij kunnen categoriseren. Dus we kijken niet alleen naar, oké, we gaan huizen bouwen in één keer, maar dat we even kijken van, oké, wat kunnen we doen om u te stimuleren? Met dat wat u hebt, want ik heb het ook gezegd tijdens een grote meeting, van koester wat je hebt. Koester wat je hebt en waardeer wat je hebt, want aan de hand van wat je hebt, kun je dan kijken naar de toekomst. Want als je dat niet waardeert, wat je momenteel in handen hebt, dan zal het moeilijk zijn om te waarderen wat je krijgt in de toekomst. Maar wat me net ook te binnen schiet, u en ik zijn vallen onder young professionals, om het zo te zeggen, is er ook gedacht aan die groep. Want de meeste mensen, je gaat niet eeuwig altijd bij mama en papa willen blijven wonen. Het is makkelijk, maar soms wil je ook iets hebben voor jezelf. En ik weet nog, een paar jaar terug was dat ook ter sprake gekomen. En er was aangegeven, ja, young professionals kunnen het zelf permitteren, maar niet altijd. Dus daarom dat ik de naam gebruik, Jumpstart. Ja, het is waar, u en ik, Suriname is klein. Suriname is heel klein en soms wat men nodig heeft, wat de jongeren soms nodig hebben, is die ene push of die ene handreik van iemand of een jumpstart dat je dan geeft aan de persoon om eigenlijk op te staan en verder op hun eigen benen verder te gaan. Zoals u weet of valt Bureau Kinderrechten ook onder ons. Bureau Kinderrechten, en ik heb dan gesproken over een project, een PPP-project, waarbij er ouders erbij betrokken worden. Een PPP-project is afgekort eigenlijk Positive Parenting Project, program. En dat we aan de hand daarvan dan voorlichtingen zullen geven en misschien waar nodig trainingen zullen geven van wat kan je eraan doen. En het mooie van is dat arbeid, BISA, ik, mijn VG, dat we allemaal in onderraden zitten. En de onderraden waarbij we allemaal verdeeld, of althans onze mening, kunnen geven. En natuurlijk daar een brainstorm sessie van kunnen hebben over hoe, wie en wat. En wat we kunnen aanpakken en wat allemaal gedaan zou kunnen worden richting beleid voeren. Vooral ook bij deze dan de jongeren, net als wat u zegt. Want ik ben er zelf ook voorstander van, om te stimuleren. Maar ik ga u uitnodigen om met mij even eruit te gaan richting de locatie waar ik nu moet zijn. Want ik ben niet iemand die graag ervan houdt om laat aan te komen. Helemaal, ik zeg helemaal. Kijkers, we zijn dan zo weer bij je terug vanuit een andere locatie. Tot zo. Kijkers, zoals je ziet, we zijn meerijdende. We zijn aan het meeliften met de minister. Oké, minister Ramsana, we gaan verder. We hebben het gehad over het sociaal gedeelte, over huizen. Maar ik ga toch terugkomen op dat sociaal gedeelte, want u bent laatst terug begonnen om wederom het pakkettenproject op te starten. Hoe gaat het met dat project? Oké, dat van het pakkettenproject. Nogmaals, sorry hoor, dat we in de auto moeten zitten en dit moeten doen. Ik heb de ruiten aan de voorzijde opengemaakt en die sunroof opengemaakt. Dus dat is genoeg ontluchting. Van het pakkettenproject, het gaat zijn gang. De registraties beginnen al te rollen. De bestanden beginnen naar binnen te komen. Het gaat natuurlijk gematcht moeten worden met wat wij al hebben, de sociale zaken. Het volk begint althans langzamerhand de goederen te krijgen, de producten. We hebben wel eerst focus gelegd op de COVID-gebieden. En dat is richting Kabalebo, Apura, richting het binnenland, Kuruni. Okay. De DC van Kuruni is net uit quarantaine. Dus ik ben blij en heel blij eigenlijk voor haar dat ze dan gezond eruit is gekomen. Verder, voor wat betreft richting Mungo en Albina,
Dat we kijken ook naar de gebieden nogmaals, de red zones. Dat we daarvoor hebben gezorgd dat de mensen eigenlijk zo snel als mogelijk te hulp worden geschoten. Enkele districten hebben we al gedaan qua registraties. En aan de hand daarvan dat wij dan de pakketten zullen verstrekken. Ik heb zoveel als mogelijk gevraagd aan onze broeders en zusters in Suriname. Dat zij niet richting onze wijkkantoor hoeven te gaan. Distributiezaal en registratiezaal huis aan huis geschieden. Waarbij we zoveel als mogelijk dan gebruik willen maken van de gelegenheid om de registraties eigenlijk opnieuw te doen en volgens criteria correct te doen. Want dat is eigenlijk de bedoeling, dat we het correct moeten doen en informatie dan kunnen delen met als bijvoorbeeld collega Bisa dat nodig heeft of collega Arbeid dat nodig heeft voor het opschonen van hun bestanden, dat we dat kunnen delen. Dus ja, in het kort, de bedoeling is dat wij apart van verstrekken, want let wel, het zijn COVID-pakketten, dat we de COVID-pakketten apart, dat we verstrekken, dat we ervoor zorgen dat we onze registratiebestand eigenlijk opschonen. Het is eigenlijk twee vliegen in één klap, maar het heeft meer output. Output in de zin van dat het effect zal hebben op onze bezuinigingsmaatregel, dat is één. En twee, de daadwerkelijk behoeftige mensen dan daadwerkelijk verholpen worden uit de situatie. Maar als u gisteren was er afgelopen in de loop van deze week is de persconferentie van de Centrale Bank geweest, waarin de governor aangaf dat er een unificatie komt van onze Surinaamse dollar. Denkt u dat met deze situatie dat het bestand dan groter zou worden voor mensen die hulp gaan komen zoeken bij het ministerie? Nou, afhankelijk van de situatie, nogmaals, we hebben het een en ander al besproken. Er zijn verschillende onderraden waarvan crisis team 1 van ze is. Dus we kijken natuurlijk ook naar de effecten daarvan. Aan de hand van de handelingen of althans van besluiten die zijn genomen, genomen zijn geworden, proberen we zoveel als mogelijk ook te kijken van dat we een sterk sociaal vangnet moeten hebben. En dat het wel een duurzame sociaal vangnet zou moeten zijn. Ja. Okay. Afgelopen maandag was ik in Mungo en daar kwamen die pakketten ook aan. En dan zag je van ook in het oosten van het land zie je dat men er. Men stelt het op prijs. Gaat u ervan uit dat men er. Want dit zijn pakketten die je krijgt. Want vroeger, de vorige regering had pakketten die men kan kopen voor een iets lichtere prijs. Maar denkt u dat hetzelfde ook gedaan zou worden om mensen ook zo tegemoet te komen voor hen die, laten we zeggen, die pakketten niet kunnen krijgen, maar iemand anders daarmee blij willen maken? Oké, dat is zo. Vandaar dat ik zeg dat we richting een meerjarenprogramma willen gaan. Een meerjarenprogramma waarbij we dan kijken dat de pakketten bij deze eerst worden verstrekt aan het volk zonder een vergoeding te vragen. Maar dat we daarna willen gaan richting categorisering. Want net als wat ik zei, de meeste dingen, we zitten in een proces. En dat we willen kijken, oké, wat kunnen we doen? Want de bedoeling is niet om te blijven bij pakketten uitdelen. Maar dat we richting gaan een meerjarenprogramma, of het nou cash transfer zullen worden, of het nou waardebonnen zullen worden. Dus dat zijn we allemaal bezig uit te werken, want langzamerhand willen we wel gaan richting een duurzame ontwikkeling. En natuurlijk, armoedebestrijding is dan belangrijk, het speelt een grote rol daarin, dat we dan richting duurzame ontwikkeling willen gaan. Maar de vraag er is ook met deze voedingspakketten, wordt er daadwerkelijk nagegaan dat de mensen die pakketten nodig hebben? Want als ik me niet vergis, een paar maanden terug, in bepaalde gebieden zie je dat mensen hun gewichtige auto's op een afstand parkeren en dan gaan ze wel een pakket halen en dat vinden andere mensen dan niet eerlijk. Wordt er onder uw beleid, wordt er dan precies nagegaan als mensen daadwerkelijk die pakketten nodig hebben? Oké, dat is heel mooi gezegd. Van mijn kant wil ik het niet zo benadrukken, maar het is goed dat u het zelf benadrukt. Dat is de reden waarom we huis aan huis gaan. Dat is de reden waarom de vertegenwoordigers, of althans de werkarmen van ons, richting de mensen thuis gaan. Dat is de reden waarom zij een woon- en leefsituatie van u, dan, het is eigenlijk een huisonderzoek, dus het leef- en woonsituatie van u ook zullen checken. Dus vandaar dat ik ook een paar keer heb gevraagd aan het volk van luister, houdt u rekening mee. Deelt u de informatie met ons, wees u eerlijk ook met de informatie, zodat wij aan de hand daarvan uw medemens, ons medemens, dan kunnen helpen om dan in zo'n situatie, benarde situatie waarin we zitten, gekozen of niet gekozen, in de zin van dat wij al in een crisissituatie zitten en dan nu ook nog COVID erbij hebben, dat we ervoor zorgen dat we sterk staan voor elkaar. Dus ja, voor wat betreft dan de huisbezoekjes, om het zo te noemen, het wordt huis aan huis gedaan, er is een reden daarvoor en u heeft het net aangehaald, u heeft het een beetje mooi en kleurig een beetje uitgedrukt, maar ja, dat is een van de redenen waarom het huis aan huis geschiet, zodat wij de leef- en woonsituatie ook meteen kunnen screenen. Okay.
Oké, dan gaan we dan. We blijven bij dat sociaal gedeelte. De afgelopen periode was er dan ook een ander sociaal vangnet die is komen weg te vallen. Die COVID-vergoeding is er bekeken samen met de minister van Financiën. Vooral de mensen die hun baan hebben verloren, is er ook nagegaan met minister Kuldeep Singh van Arbeid om te kijken als die mensen nog steeds dezelfde status hebben en als ze dat geld daadwerkelijk nog nodig hebben. Oké, er zijn twee categorieën, maar natuurlijk kent mijn collega van Arbeid dat beter voor wat betreft het categoriseren van het geheel en de registratiebestanden. Maar ik heb dat wel nagevraagd en ze heeft een bestand van 10.000 mensen die hebben geregistreerd als werklozen. Of het nou ambtenaren zijn of van particuliere sector zijn, dat zou zij dat beter kunnen beantwoorden. Maar er is wel gekeken naar voor wat betreft dan het COVID-steun, heeft u dat net gevraagd. Mijn focus was richting reguliere betalingen, want de doelgroepen van mij zijn natuurlijk verschillend voor wat betreft dan werklozen. Dat is een deel van arbeid naar mij toe. Maar de doelgroepen van ons zijn eigenlijk net als wat u al zei, de AOV'ers, AKB'ers, mensen met een beperking, werkondergeschikten, noem maar op. Dat we gefocust zijn naar hun toe en dat we ervoor zorgen dat de reguliere betalingen, apart dat ze dat ontvangen, maar dat zij dat ook op tijd ontvangen. Dat is een van de belangrijke. En bij deze dat ik met de minister van Financiën dan erover heb gehad, dat er wordt gezorgd ervoor dat zij een verhoging daarin krijgen. Een simpel voorbeeld daarvan is dat mensen met een beperking in plaats van 325 SRD nu 500 SRD krijgen. Ja, AOV een voorbeeld van 525 naar 750. En zo ook nog enkele andere doelgroepen die daaraan voordelen aan hebben. Dus als ik ernaar kijk, en dat vraag ik ook aan mijn broeders en zusters, als ik zou moeten kiezen voor duurzaam, dat het dan op die reguliere betalingen zou gaan, in plaats van een uitkering voor 1 of 2 maanden alleen, dan zou het liever zijn dat het voor duurzaam, dat we voor duurzaam kiezen en dat het op de reguliere betalingen zou moeten gaan. En natuurlijk dat we ook kijken naar dat de verschillende doelgroepen bereikt worden daarmee. Ja, maar ik heb ook begrepen dat AKB wordt verhoogd. AKB, ja, algemene kinderbijslag, dat is één van ze trouwens. Dus AKB is dan een klein bedrag van, hou me ten goede hoor, is het 75, het wordt 75 althans. Ik ben het bedrag vergeten, maar het is veel minder dan 75. Dus die hebben we dan mogen opkrikken. En dat van zwakke huishoudens heb ik ook besproken, dat we dat brengen naar een hogere bedrag. Want zwakke huishoudens werd gedaan in de buurt van 33 en 40. Waarvoor ik wil gaan, zal ik dan houden aan het eind. Omdat ik het heb besproken met een collega van Financiën en dat ik gezamenlijk met hem het wil brengen richting wat eigenlijk de mensen met een beperking ontvangen. Okay. Maar let wel, we moeten even kijken en goed screenen en evalueren of wij dan hun ook zullen plaatsen dus tot dezelfde klasse voor wat betreft het ontvangen van uitkeringen. Okay. Maar ik vraag me af, wat houdt de term zwakke huishouden precies in? Want het lijkt alsof mensen uit de samenleving die scheiding niet echt kunnen maken. Oké, ik zal alvast een voorbeeld geven. Zwakke huishoudens is sowieso niet AOV, want die is 60 plus. Zwakke huishoudens is sowieso niet AKB, want AKB is voor de kinderen. En zwakke huishoudens is sowieso niet mensen met een beperking. Zwakke huishoudens is waarbij men niet over de nodige middelen beschikt om eigenlijk door het dagelijks leven eigenlijk uit te komen, om het zo te zeggen. En dat alhoewel men zo hard als mogelijk probeert dat zij dan willen werken, dat het moeilijk gaat met een weinig of een klein inkomen. En dat je daar ook erin hebt gezinnen waarbij de het hoofd van het gezin dan misschien arbeidsondergeschikt is. Dus dat zijn enkele voorbeelden. Dus aan de hand van uw bezoek, het bezoek wat sociale zaken, althans een van de wijkkantoren, vertegenwoordigers, dan zal brengen naar u toe, wordt er gekeken naar uw leefomstandigheid, uw woonomstandigheid. En dan ook wordt gekeken van oké, zal u kunnen uitkomen met het geheel wat u hebt eenmaal? En bent u in de voor wat betreft dan armoedegrens. Maar natuurlijk over armoedegrens en vandaar dat het parlement een paar keer heeft gesproken erover. Dat ik met collega Arbeid heb gezeten en dat we alvast van staat zijn gegaan om werk van te maken om een nieuwe armoedegrens aan te geven. Want een armoedegrens, een voorbeeld van 1500, nu in deze tijd is 1500 heel moeilijk om uit te komen. Dus vandaar dat we even kijken, oké, van wat een normale salaris zou zijn voor een doorsnee gezin. Dus aan de hand daarvan zouden we dan wat beter erop in kunnen gaan om te kijken van waar zullen we dan dat kunnen
leggen voor wat betreft het armoedegrens. Ja. Dus ja, ik denk dat hopelijk is de uitleg van de minister dan iets duidelijker. Wat in principe de term zwakke huishouden inhoudt. Want die vraag werd vaker gesteld tijdens die persconferenties. Dat mensen de grens niet konden maken. Want zij dachten het is hetzelfde van, vanuit het COVID-fonds. Dat ze mensen die door COVID hun werk zijn verloren. Dat ze recht hebben op 1500 SED. En dan ook, er was ook een periode van AKB van 1000 SED. Die de directeur dan even had besproken met de toenmalige minister. Maar het is altijd, beter voor opheldering, zegt men. Het is goed dat u het aanhaalt. Ik wil even duidelijk maken dat COVID iedereen heeft getroffen. Werkenden of niet-werkenden heeft ieder getroffen. Dus voor de mensen die werkloos zijn geworden vanwege COVID, wil ik u wel zeggen dat voor wat betreft ons aantreden als regering, dat we ervoor hebben gezorgd dat we proberen om te gaan met het nieuwe normaal. Dat wij zelf op het ministerie ervoor hebben gezorgd dat voor wat betreft werk dat het roleert. En dat we dat ook adviseren aan de bedrijven. En natuurlijk is HI en al mijn andere collega's ook daarmee bezig. VG was ook al bezig met alle protocollen om dat ook te geven aan de bedrijven die dat nodig hebben. En zoals je ziet voor wat betreft COVID-maatregelen, dat wij rekening mee houden en hebben aangepast. Continu aanpassen zolang wij als volk aan de protocollen houden, of althans COVID-maatregelen, dat we ervoor zorgen dat COVID straks iets normaals is voor de samenleving. Voor wat betreft een voorbeeld een mondkapje aantrekken, sanitizer bij hebben, dat het een gewoonte zal worden en dat langzamerhand hopelijk met Gods wil dat COVID dan weg is uit de gehele aarde. Maar natuurlijk vraag ik dan medewerking van alle mensen die wel kunnen werken. Want de mensen die gezond zijn, als u kijkt naar onze doelgroepen, zijn er ook heel veel mensen die dat niet kunnen. En het is echt een luxe voor hun, als dat onze andere medemensen dan gezond zijn. Dus het is een luxe waarbij de meeste doelgroepen van mij dat niet hebben. Dus ik vraag bij deze als medemens ook van houd die rekening mee. En laten we ook gunnen aan degenen die het niet hebben. Dus vandaar dat ik zeg, je moet koesteren en waarderen wat je eenmaal hebt. Want à la nieuw deze je open, nou was ik. Ja toch? En wat betreft dan de COVID-pakketten. Ik herhaal de naam COVID-pakketten. Het is momenteel zo dat wij dat zo snel als mogelijk moesten geven als injectie aan het volk. Die eigenlijk richting hongersnood of noem maar op andere problemen hebben. Dat wij zo snel als mogelijk dan ons helpende hand daarin geven om een injectie te geven in de zin van COVID-voedingspakketten. Zodat zij dan zo snel als mogelijk, zo acuut mogelijk, dan verholpen worden. Maar de bedoeling is dat wij richting een meerjaren of althans een duurzame sociaal vangnet moeten gaan. Rest mij nog te zeggen, minister, bedankt voor uw tijd. Ik ga u dan niet verder onthouden van uw verdere verplichtingen. Kijkers, we zijn dan nu aan het eind gekomen van het eerste deel van In Gesprek Met. Dat was minister Oerajkiet Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Wij zijn straks weer terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel ben ik niet op bezoek bij gasten, maar ik sta in het regeringsgebouw waar ik verschillende gesprekken heb gevoerd met enkele ministers. Ik heb gesproken met minister Kuldeep Singh van Arbeid, minister Amoksi van Justitie en Politie en ook nog minister Abia Mofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Kijkt u mee naar deze interviews en alle nieuwigheden die zij te vertellen hebben. Goedemorgen ATV Live. Aangezien de verschillende situaties die nu zijn, die naar boven zijn gekomen. Hoe staat het nu met uw ministerie wanneer het gaat met de werkloosheid? Nou, we hebben de werklozen geregistreerd. We zijn bezig met de vacaturebank heel professioneel op te zetten. En van daaruit gaan we de werklozen ook registreren, de ambtenaren registreren. En de mensen met een beperking sowieso. We willen van daaruit ook ondernemerschap gaan stimuleren. Dus we zijn goed op weg. En ik denk over een paar maanden is het een feit dat onze vacaturebank helemaal in orde is. Heeft u een indicatie hoeveel werklozen er in Suriname zijn sinds COVID er is vanaf maart? Met COVID heb ik 10.000 registraties gehad, maar ik moet u eerlijk zeggen, het waren voor de periode van, dat ik aantrad. En ja, ik weet niet of de registraties transparant zijn, maar we hebben het bestand helemaal opgeschoond en nu momenteel komen we op 7000 om en bij. Maar dan nog twijfel ik. Oké, u geeft aan het bestand is
opgeschoond. Dus dat wil zeggen, het ministerie is ook nagegaan als de mensen die zich al eerder hadden opgegeven, nu nog steeds werkloos zijn. Ja, dus daarmee zijn we nu nog even bezig om te kijken of de mensen nog werkloos zijn. Ik neem aan, als je vanaf maart werkloos bent, dat je niet gaat wachten op het ministerie voor geld of iets dergelijks. Je gaat een andere baan zoeken of een andere mogelijkheid zoeken. Maar inderdaad houden we daarmee rekening. We zijn bezig, we hebben uit het COVID-fonds, eigenlijk zouden de mensen 1500 SRD krijgen. Maar we weten allemaal dat het COVID-fonds geen geld heeft. We zijn nu bezig het goed in te richten. En van daaruit, dan nu hebben we de mensen geregistreerd en we komen met een bekendmaken, en ik zeg het nu ook op tv meteen, dat we de mensen eerst gaan accommoderen met een COVID-pakket, zoals we dat noemen. En daarna ga ik weer beginnen met een hele goede registratie en dan van daaruit gaan we uit het COVID-fonds putten. U gaf daarnet aan, het ministerie wil ondernemerschap stimuleren. Welke soort type ondernemerschap heeft u in gedachten? Nou, klein ondernemerschap. Wij gaan, kijk, vanuit onze vacaturebank gaan we ook mensen identificeren en mensen daar coachen, trainen, begeleiden naar ondernemerschap toe. Daarvoor is SPWE. SPWE lag 3 jaren stil, dus ik ben nu bezig nieuwe leven in te blazen. Ik was al bezig, voor mijn aantreden werkte ik al op het ministerie, dus ik was al bezig met SPWE. Nu gaat het helemaal professioneel ingericht worden. Met COVID kan ik nog geen trainingen verzorgen, maar we zijn bezig met de voorbereidingen om het helemaal goed in te richten, professioneel. Zijn er, heeft u nog andere mishaps kunnen opmerken binnen uw ministerie? Nou, los van dat ik een aantal mensen in dienst heb, niet zoals Binnenlandse Zaken, maar ook assembleeleden die bij mij in dienst zijn en die nu in het assemblee zitten. Dus een heleboel zaken die wij nog aan het aanpakken zijn, maar het komt wel goed. En wat denkt u dat u nog wilt aanpakken alvorens u al deze zaken wilt realiseren? Nou, ik ben al heel erg bezig met bezuinigingen. Ik heb al alle auto's binnen. Ik heb al geregistreerd wie allemaal benzine kreeg, wie allemaal autotoelages kreeg. Ik heb heel wat beleidsadviseurs heb ik meegesproken die ik niet aan het werk heb gezien. Heb ik de contracten stopgezet. Dus het bespaart me 100.000 per maand. Het is 1,2 miljoen per jaar. En ik bedoel, als je niet werkt en als je niet komt verschijnen, ik ben de nieuwe minister. Ik bedoel, dan moet je je toch aanmelden bij de nieuwe minister. En als je niet bent verschenen, nou, dan stoppen we het. Dus, is dat wel vaker gebeurd dat mensen niet zijn komen verschijnen? Of bijvoorbeeld, net als op elke ministerie, dat er mensen thuis waren gezet door bijvoorbeeld de vorige regering? Nee, het zijn geen thuisgezette mensen. Het zijn beleidsadviseurs bijvoorbeeld van de minister. En ik ben als minister daar en je bent mijn beleidsadviseur. En als je niet verschijnt 2 maanden lang, dan houdt het toch op. Simpel. Dus ik heb het stopgezet en natuurlijk hou ik de arbeidsmaatregelen in de gaten. En als ik het kan besparen, dan moet ik het besparen. Ik heb geen 11 of 20 beleidsadviseurs nodig. Toch? En vooral als het beleidsadviseurs zijn die me niet kunnen adviseren. Snap je helemaal. Dus, begrijpt u? Dank u wel. Ja. Ja, kijkers, u heeft de minister Kuldeep Singh gehoord van Arbeid. Zij, op haar ministerie is zij druk bezig de werkloosheid te verkleinen. En we hopen dat het haar lukt, zodat de mensen die hun baan hebben verloren vanwege COVID-19-pandemie, dat weer opgelost wordt. We zien dat enkele ministers nu ook binnenkomen. Dat is minister Amoksi van Justitie en Politie. We proberen dan ook gelijk met hem een babbeltje te maken. Jongens, zijn jullie goed? Minister, goedemorgen. Na de afsluiting van het verkeersveiligheidsmaand, hoe gaat het nu met de verkeersovertreders, vooral de lockdown-overtreders? Ze blijven hun gang gaan, hè. Ze blijven hun gang gaan. Want de laatste keer dat we hadden gesproken, gaf hij aan dat alle haakjes en oogjes binnen de wetgeving helemaal zijn weggewerkt. Dus de mensen mogen beboet worden. Is het nog steeds zo? Jawel. Net wat ik toen zei. Dus de wetgeving is helemaal in place. En de politie is daar bezig met de handhaving. Zowel voor, ze kunnen nog steeds waarschuwend optreden, vermanend optreden. Het hangt van het geval af. Weet je, de politie is ook mens.
Ze gaan luisteren naar de omstandigheden die de mensen voorbrengen. En aan de hand daarvan treffen ze maatregelen. Kunnen ze een besluit nemen. Heeft u een toevallige indicatie hoeveel boetes er zijn uitgeschreven ter zake de lockdown? Hou me dat even ten goede. Maar ik weet wel dat er meer dan 900 mensen zijn opgebracht. Ter zake overtreding COVID-maatregelen. Maar naast de lockdown overtredingen, hoe staat het met de standaard overtredingen? Rijden zonder rijbewijs, rijden met telefoon, rijden aan de telefoon. Zijn dat soort dingen? Let de politie ook nog steeds daarop? Jawel, dat is gewoon ongoing. Ik bedoel van de verkeersveiligheid is heel belangrijk. En we kunnen niet verslappen. En dat doet de politie ook niet. Dus die andere instellen van bekeuringen ter zake wat u hebt opgenoemd daarnet, die dingen vinden normaal plaats. Was u toevallig op de hoogte dat afgelopen maandag dat de bewoners Shamungo de weg hadden gebarricadeerd en dat de politie toevallig een beetje bang was om de gemoederen tot gerust te brengen? Nou, ik zou niet zeggen, ik ben wel op de hoogte daarvan, maar ik zou niet zeggen dat de politie bang was. Maar het hangt van de situatie af. Ik bedoel van de politie is een professionele organisatie en aan de hand van de inschattingen die ze maken, bepalen ze strategisch hoe ze gaan optreden. En heeft u toevallig al een rapportage gekregen omtrent wat er zich heeft afgespeeld op Mongo? Jawel, maar alleen uit bepaalde overwegingen hou je dat nog even voor jezelf om te bepalen welke strategie er wordt toegepast. En heeft u toevallig nog aan te geven wat er nog verder aan het veranderen is op het ministerie bij u? Ja, we zijn bezig. Net wat ik het beleid is ongoing. We zijn 2 maanden in place als regering. Maar je gaat kijken naar je samenwerkingsverbanden, nationaal, maar ook internationaal. We hebben bevriende partners. We hebben de Fransen, we hebben werkrelatie met de Fransen, met Amerika, met Brazilië. Dus met uitzondering van Amerika zijn het grenslanden waarmee we een ongoing samenwerking hebben. En als nieuwe regering zijn we bezig nieuwe strategieën uit te werken met ze, overeenkomsten aan te gaan, hoe we alleen effectief het veiligheidsbeleid kunnen aanscherpen. Hoe staat het nu met de commissie die was ingesteld? Die moest kijken naar de problemen die waren ontstaan bij de laatste recruten die waren aangenomen. U praat over de presidentiële commissie. Eigenlijk een quickskin commissie, team. Dat bezig zou zijn te kijken naar de politie. Volgens mij is dit de 2e week. En ik verwacht dat ze waarschijnlijk vrijdag zo met een tussentijds verslag komen. En dat gaan we evalueren en kijken naar de aanbevelingen die ze doen in dat verband. Dankjewel, minister. Succes, we blijven u volgen. Dankjewel. Helemaal. Ja, kijkers, heeft de minister gehoord. De boetelijsten, alles wat om boete gaat, omtrent de lockdown-overtreders, is in place. Dus iedereen kan beboet worden als u zonder reden op straat bent. Dus alleen de essentiële diensten of de personen die vallen onder essentiële diensten, die mogen zich op straat begeven. Als u geen reden heeft, gaat u een boete betalen, plus gaat u een nachtje doorbrengen op de politieacademie. Oké. Minister Abiyamofo, goedemorgen. Ja, u bent een drukke man, u kunt stop eigenlijk nooit. Ja, ik heb belangrijke beleidsgebieden. Ja, oké. Okay. Vertelt u wat een beetje over uw beleidsgebieden, want we hebben geen kans gehad. Oké. De beleidsgebieden zijn water, mijnbouw, maar ook energie. Onder energie hebben we dus olie en gas als nieuw directoraat ingesteld op het ministerie. Maar ook de elektrificatie, Paramaribo, Rand districten, maar ook het verre binnenland. Daar hebben we nog de dieselgeneratoren die de dorpen van stroom moeten voorzien. Maar we willen van dat systeem naar een stukje zonne-energie, meer duurzame energie voor het binnenland. Omdat je elke maand weer zit met de logistieke problemen om diesel te transporteren en zo. Dus dat zijn de uitdagingen. Voor water zitten we
ook voor wat het binnenland betreft met grote uitdagingen. In Kamowé. Kamowé zijn we bezig met een stukje zuivering van oppervlaktewater. In randdistricten zijn er nog wat gebieden die aangesloten moeten worden. Maar ook grote delen van Wanica, de verkavelingsprojecten die aangesloten moeten worden. Maar daarvoor moeten we wat grote investeringen doen. Dus wat uitdagingen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, ja. Ja. Ik heb toch tenminste één vraag die belangrijk is. Met de unificatie van de SRD die is geweest, denkt u dat de EBS zijn prijzen zal moeten aanpassen? In feite, voor de unificatie dachten we al aan een stukje afbouw van de subsidies. U moet weten dat we op jaarbasis EBS subsidiëren met een bedrag van ongeveer 1,25 miljard. En dat moesten we al terugbrengen. En nu met de unificatie van de koers is het zo dat de brandstof, het brandstofcomponent in het tarief ook is gestegen. Waardoor de opwekkosten automatisch dan stijgen. En automatisch de subsidies hoger zouden worden. Dus we kijken serieus ernaar. Bijvoorbeeld vanmiddag hebben we een gesprek met dus NH, met ministerie Financiën, met de Energieautoriteit Suriname, met EBS. Om opnieuw te kijken naar modellen en wat projecties, alternatieven uit te werken. Ja. Mijn collega wist me net voor de vele, vele stroomuitvallen, als u dat weet. Hoor. Denkt u dat er meer apparaat aangeschaft moet worden voor de EBS? Dat zou koffiedik kijken zijn. Op dit moment weet ik niet wat de oorzaken zijn, want er kunnen verschillende oorzaken zijn met, wat betreft stroomonderbrekingen. Een van de belangrijkste is ons rijgedrag in het verkeer. Dus er zijn verschillende oorzaken. Maar op dit moment zou ik geen antwoord daarop kunnen geven. Graag gedaan. Ja, kijkers, dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. In het tweede deel zag u verschillende gesprekken van de ministers Kuldeep Singh, Amoksi en Abia Mofo. En in het eerste deel was ik op bezoek bij minister Ramsalan van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is vanavond op 12.2. Tot dan en tot de volgende week.